wel echt een hobby is voor mij. Ik denk als ik zeilen niet had gehad, dan zou ik alsnog wel echt veel in de fitness zijn. Ik ben best wel een fitnessfreak, maar dan, ik vind boksen leuk, of zwemmen, of hardlopen, of fietsen. Ik ben best wel actief, zeg maar. En als het even kan, dan vind ik het leuk om een halve marathon te doen, of een triathlon. Of, ik denk dat ik zo naast het zeilen, zeg maar, volgend na 2012, dat ik dan nog wel veel bezig zal zijn met sportevenementen of sport. Nou, Marit is echt een sportvrouw geworden. Ik bedoel, op een gegeven moment zei ze, ja, ik vind joggen misschien ook wel leuk. Nou, toen hebben we hardlopen in haar trainingsprogramma opgenomen. En afgelopen januari heeft ze zeg maar een halve marathon in 1,40 gelopen. Het feit dat je gewoon, dat is een tijd waarin een heleboel recreatieve lopers, die zouden er een moord voor doen, zeg maar, als ze dat zouden doen. En ze doet dat gewoon zomaar. Dus dat is echt prachtig. Ze is echt gewoon een allround sportvrouw. Die toevallig één ding, en dat is zeilen, gewoon verschrikkelijk goed kan. En het zou best kunnen dat ze in andere sporten ook nog heel goed zou kunnen uitblinken. Ik heb altijd mijn broer gevolgd eigenlijk. Voor mij, ik ben hem super veel verschuldigd. Het voelt voor mij alsof hij altijd de weg voor mij vrijgemaakt. Hij was mijn grote oude broer. En, hij was dan wel, zeg maar, we zijn eigenlijk tegelijk begonnen, maar hij was altijd beter. En hij heeft eigenlijk een beetje de weg voor me schoongeveegd. Dus hij kwam ook in de splash, won hij alles en hij werd uitgenodigd. En hij nam altijd mij op sleeptouw als kleine zusje. Ik ben als oudste natuurlijk ooit begonnen en blijkbaar heeft dat aangestoken. Meegesleept zou ik niet durven zeggen eigenlijk. Het niveau bij de mannen is ook super hoog. Dus daarom wil ik ook heel graag altijd met Roelof trainen. En ben ik ook heel blij dat hij nog steeds met me wil trainen eigenlijk. Omdat ik probeer als vrouw zijn, dan probeer ik heel veel met mannen te trainen ook. Om gewoon zoveel mogelijk hun technieken over te nemen en het niveau van de vrouw eigenlijk naar de mannen te liften. Ja, en het is gewoon onwijs tof dat hij gewoon altijd met mij wil trainen en altijd mij het ook heeft gegund. En dus nu ben ik ook super blij dat hij ook goed vaart. Dat hij ook zeg maar gewoon... man is wel een stukje moeilijker, dat is een stukje hoger niveau. Dus het lijkt alsof ik altijd beter ben als Roelof. Terwijl het niveau bij de mannen zo onwijs hoog is. En het is nu gewoon ook tof om te zien dat hij ook doorbreekt bij de mannen. Ja, en dat vind ik echt heel tof. Dat heeft hij ook echt verdiend. Ik heb niet echt wedstrijden tegen hem gevaren, maar we doen ze nu en dan wel als trainingswedstrijdjes. En iedereen vraagt zich af wie beter is. En ik blijf gewoon ontkennen en ik zeg gewoon dat ik de beste ben. Ja, tuurlijk win ik ze dan allemaal. Ja. En dat gaat ook zo blijven. Daarom, maar ze timmert aardig aan de weg, dus ik moet ook een beetje mijn best blijven doen. Maar ik ga ze allemaal winnen, ja. The biggest strengths of Marit are quite clear to me. And I've utilized them throughout the whole time we've known each other. The first one is her physical ability. I put a proposal to her when we first started working that she needed to be 66 kilos because I wanted an all-rounder for Weymouth. That means someone who can sail in light winds and in strong winds without being penalized in either weather. So for instance, some of the heavyweight sailors find it a real struggle in light wind chop where she doesn't. Because of her natural weight. On the other hand, in 25, 30 knots of wind, she would struggle. But with her length and her physical ability, we can get around that with really strong techniques. And so that's her greatest strength, her ability to be strong in the boat, her dynamic movements, and of course, her gym programs and her physical ability are key to the techniques that I use. So it's her ability to learn that is also really important. And I noticed that when she was young, when the pressure was on, she delivered. And you have seen that time and time again. The problems I have with her when the pressure's not on, and then she has a bit of loss of confidence if she starts to do not so well as she thinks she can. Like we had here last year and here this year, funny enough, the pressure wasn't there. But as soon as the pressure was on, she starts delivering. And that's a skill you can't teach. Hard werken en mensen zeggen vaak je moet rust nemen en er zin in hebben. Ik denk dat mijn theorie meer overkomt hoe ze in het Oostblok hebben gehad. Gewoon keihard trainen en zelfs als je vermoeid bent of geen zin hebt doortrainen, want je wordt ook alleen maar ook mentaal sterker van. En ik denk gewoon elke kleine dag is te trainen en ik geloof niet heel erg in veel rust nemen.
Ik denk dat het lichaam meer kan hebben dan zelf denken, zeg maar. En dat het vooral de geest is die je heel sterk moet maken. Nu sinds, denk ik, anderhalf jaar heeft ze echt zeg maar het ultieme zeilen in de laser, radiaal, heeft ze omarmd. En ze wilde echt een soort kunst van maken van, kijk eens hoe goed je in dit bootje kunt varen. En daar wil ze ook echt alles voor doen om dat te bereiken. Dus dat betekent dat ze met andere mensen uit andere landen moet trainen, dan gebeurt dat. En als het betekent dat ze met mannen moeten trainen omdat die sneller zijn, dan gebeurt dat. En daarin is zeg maar ook, daarin heeft ze geen limiet. Dat wat nodig is om te doen, dat doet ze echt. Ja. I do believe it's possible in sailing to dominate. I do believe that there are positions that people just can't get from you. You know, you can sit on top of the fleet and dictate the movements of the fleet over a year or two, maybe 5 years. So I set out as an early objective with her. I said, this is possible. You know, whether you can do it or not, I don't know, but it is possible. So let's not go down the road of just trying to peak for one event, like one Worlds or one Olympics. Let's be further than that. You know, let's take the step 2-3 times above. So therefore, everything that we look at, the physical side, the mental side, the boat technique side, let's look much higher than where we want to go. And then we're much more likely chance to achieve the goals. You know, if your aim is to win gold for one Olympics or win one world championship, the chances of getting there are quite small because you're just trying to get that tiny little step. But if you say, I want to win 5 world championships or 3 gold medals, you know, then you talk about domination. Voor 2008, ik wou heel graag ook al naar de Olympische Spelen 2008. Helaas was het niet gelukt. Ik had alleen een halve nominatie. Maar het was ook wat jammer omdat Mark natuurlijk een hernia kreeg en in het ziekenhuis lag. Toen ben ik veel bij Jur hier geweest in Palestra en een plan opgezet. En ja, hier zijn wel heftige beslissingen gemaakt in deze sportschool eigenlijk. Want Jur zei van ja, je moet gewoon met school stoppen. Terwijl ja, ik ben altijd opgevoed van je mag alles doen als je maar gewoon je best doet voor school en je school in één keer haalt, dan kan je doen wat je wil. En toen was het in één keer, ja, je moet met school stoppen. Dus ja, het zijn best wel heftige beslissingen hier gemaakt. En ook dat ik gewoon 4 maanden van huis weg moest om gewoon in Australië en Nieuw-Zeeland te trainen. En dat was toen ook al een big deal. Dus ja, ik moet zeggen, Jur heeft me veel geholpen op het gebied van fitness natuurlijk sowieso. En, maar ja, ook gewoon op het gebied van die beslissingen maken en eigenlijk de weg te wijzen wat topsport nou echt inhoudt. Ja, ik denk dat ze het gaat halen. Ik vind het alleen moeilijk, omdat wat er gebeurt op dat evenement is dat er zeg maar, denk ik, 6 zeilers in topvorm zijn. Allemaal in de laser radiaal. En die gaan daar zeg maar tegen elkaar strijden. Kijk, en er is niemand die zegt van Marit, ga je even vandaag even winnen, wij blijven wel een beetje achter. Dat wordt gewoon een harde strijd en ja, in die harde strijd weet je nooit waar het zal eindigen. En dat wordt spannend, want ja, het is ook voor haar nieuw, Olympische Spelen, dat is een heel ander podium. Dat merk je ook nu wel een beetje met de pre-Olympics, hè. Dat is ook anders dan anders. Ja, wat onbekend is, is lastig. Ja, dus nou, ik denk dat ze wel op het podium terechtkomt en ze heeft de kwaliteit om goud te winnen. En ik hoop van ganser harte dat ze dan op de Olympische Spelen gewoon het beste wat ze in zich heeft kan laten zien. En als iemand anders dan beter is, nou, dan moet je daar vrede mee hebben. Do I think she's able to win a gold medal? Of course, I wouldn't be doing this unless it's any other way. Yeah, you don't go into any event thinking, I hope she gets silver. I don't work 4 months away and not see my older kids and have a personal life for the fact that I might win bronze or might win silver. No, of course. You only do it to win gold. Yeah. Ik heb niet echt van tevoren gepland dat ik dit ging doen, dat ik een topsporter zou worden. Ik had nooit echt heel erg sterk die ambitie. Ik was toevallig goed in het zeilen en ik ging winnen en dat vond ik echt tof. En ik denk dat het eigenlijk een keer kwam bij het WK dat ik me voor, als junior als voor het senior WK had geplaatst. En dat mijn plek was weggegeven aan iemand anders, want die dacht dat ze meer kans zou hebben.
En dat vond ik best wel unfair. En toen had ik zoiets van, wow, daar baalde ik echt best wel van. En ik dacht, that's it. Nu ga ik echt de beste worden van allemaal. En nu gaat niemand meer mij verslaan. En ik ben nog steeds mee bezig om dat eigenlijk voor mezelf te bewijzen.